Goedemorgen allemaal, degene die kijkt en luistert. Welkom bij het webinar. Binnen no time alle productcontent op ieder beschikbaar verkoopkanaal. Ik ben zelf Alexander Wijn als salesmanager actief binnen Xaris en geef dit webinar samen met Fedde van Veggelen, Director Sales Engineering bij InRiver. Fedde, goedemorgen. Goedemorgen Alexander. Ben je er klaar voor? Altijd. Kijk, heel goed. Je bent goed te zien en te horen, dus dat moet goed komen. Zijn er vragen tijdens het webinar, dan kunnen jullie de Q&A gebruiken in Zoom. En dan zullen jullie op het eind zoveel mogelijk proberen te beantwoorden. En anders is altijd na afloop van het webinar natuurlijk de mogelijkheid om ons te contacten daarover. Ja, we zien een toenemende vraag naar productcontent. Er zijn meerdere verkoopkanalen met verschillende aanleverspecificaties. Marketplaces die met toenemende aantallen actief zijn, die op een andere manier verlangen dat productdata wordt aangeleverd. We zien dat de vraag naar meer gedetailleerde content toeneemt, zoals specificaties uitgebreide, factsheets, manuals. Er is gewoon veel meer gedetailleerde content behoefte. Ook verschillende afbeeldingen typen. De ene keer packshots, detailshoots, verschillende resoluties, bestandsnamen. De een wil zijn eigen benaming in de bestandsnaam of een artikelnummer erin of een EN-nummer verwerkt. Er zijn verschillende aanleverspecificaties nodig. Er wordt meer gedaan ook met productcontent. Er wordt meer vergeleken, er wordt meer geadviseerd. In wizards, hoe kom je tot het juiste product wat je nodig hebt. Daar zijn ook gewoon meer specificaties voor nodig. Dus er wordt mee gedaan met die productcontent. Soms is er ook, zijn er ook meerdere datapools waarmee samengewerkt wordt. Een datapool waarin veel afnemers hun data weer ontsluiten. Het is natuurlijk een voordeel om daarmee te werken, maar soms zijn er ook meerdere waar je mee moet samenwerken. Dus het belang van digitaal is ook alleen maar toegenomen. Productcontent moet ook echt kloppen. Als je dan een fysieke winkel ergens bent geweest en een product gezien. Ja, als je dan online gaat zoeken, wil je ook exact hetzelfde product weten te vinden. Dus het belang is daar ook gewoon alleen maar toegenomen. Er zijn ook veel uitdagingen en frustraties in de praktijk. Zo zien we ook dat bij een klant bijvoorbeeld dat het verwerken van een CSV met productcontent aan de marketplace soms echt gewoon heel lang duurt. Door fouten en of wijzigingen aan de ontvangende zijde. Dat het soms weken duurt eer dat zo'n nieuw assortiment live is. Terwijl het product gewoon op voorraad zijn. Dat gewoon in de communicatie en het handmatige werken misgaat. De ene klant accepteert productcontent met een EAN. En de ander wil weer zijn eigen artikelnummer. Word je gewoon gek van als je daarmee te maken hebt. Iemand zit elke week infosheets handmatig in te vullen. Om productcontent te corrigeren. Dat gebeurt nog ontzettend veel. Het is vooral frustrerend als je daar 2-3 dagen in de week IceCat of Bol of wat dan ook aan het vullen bent. Terwijl dat je voelt, dit kan natuurlijk gewoon makkelijker en handiger. Dat het gewoon allemaal handmatig gaat. En met name de tijd die dat allemaal kost. Het maakt dat veel initiatieven oninteressant en risicovol zijn. Ik kan me herinneren een gesprek bij een klant die zegt van, wij kunnen gewoon die campagnes op Bol of een Home24 niet gaan draaien, want het is te klein, het kost ons te veel tijd en capaciteit om überhaupt die campagne op te tuigen. Dus we kunnen het ook niet doen. Het zijn gewoon gemiste opportunities. Nou, zo zijn er nog vele praktijkvoorbeelden die frustraties opleveren en uitdagingen. Nou, we kennen hierin een aantal verschillende oplossingsrichtingen. Een aantal daarvan willen we ook even benoemen. Dus je ziet direct de 1-op-1 integraties, plugins van kanalen direct op het ERP-systeem of het e-commerce platform. Aansluiten op datastandaarden, waar meerdere kanalen gebruik van maken. Dus dat je je eigen datamodel inrichting in een ERP laat aansluiten op een GS1 of een andere standaard, waardoor gelijk de ontvangende partijen ook in die standaard de data ontvangen. Dat gaat natuurlijk alleen als je een beperkt aantal verschillende ontvangende partijen hebt die daar allemaal mee kunnen werken.
kunt gebruik maken van een data feed management tool. Dus een tool die jij tussen zet in de communicatie naar de ontvangende partijen, waarin je mappings maakt met productdata qua feeds. Een andere oplossing kan zijn direct ontsluiten vanuit het PIM-systeem. Uiteraard heb je een PIM-systeem sec nodig om je productdata te beheren waar vanuit je het kunt gaan distribueren. Waarbij je ook extra data sources bij kunt voegen, zoals je prijzen, je voorraad, etc. Wat ook kan, is natuurlijk gewoon nog maar handjes aannemen, waarmee je productcontent handmatig blijft verwerken. Of verder, kan je ook gewoon blijven doen, hè? Kan je gewoon blijven doen, ja, zeker weten. Ja. We willen vandaag inzoomen, vandaar dat we verder ook hebben gevraagd om aan te sluiten bij dit webinar. Om in te zoomen op hoe die productcontent direct ontsloten kan worden vanuit het PIM-systeem. En verder is sales engineer van Inriver, een van onze PIM-oplossingen waar we intensief mee samenwerken. En verder wil ik verder inzoomen op de Inriver PIM Syndicate module. Verder. Aan jou het woord. Yes. Dankjewel. Ook bedankt voor de uitnodiging trouwens. Altijd leuk om samen een webinar te doen. Dat doen we niet zo vaak, maar laten we dat vooral blijven doen. En ik denk inderdaad een hele goede introductie als je kijkt rondom het uitsturen van je productcontent naar allerlei verschillende kanalen toe. En wij zien die groei vanuit een PIM-leverancier, want Inriver is van huis uit een productinformatiemanagement systeem. En daarbinnen hebben wij een oplossing, een subcategorie die zich richt op Syndicate, wat dus eigenlijk het uitsturen van die content is naar verschillende distributiepartners, online retailers, datapools, marketplaces en dat soort partijen. Die allemaal een specifieke behoefte hebben in de manier waarop content aangeleverd wordt. Daar zijn wij dus op ingesprongen als PIM-leverancier. En daar gaan we dus inderdaad vandaag even naar kijken. Maar wat we inderdaad veel zien voordat we daar de diepte in ingaan in het product. Zodat je een voorbeeld hebt van hoe dit zou kunnen werken. Zien we een aantal bewegingen op de markt vanuit Inriver uit. Waarbij denk ik toch wel bekende speler, bijvoorbeeld een Amazon in Amerika. Maar die is natuurlijk tegenwoordig ook gewoon actief in Nederland, in Duitsland, Frankrijk, Engeland. Dus eigenlijk beginnen ze een beetje Europa helemaal over te nemen. En die hebben eigenlijk twee vormen van content aanbieden. De eerste vorm is bekend onder het Amazon Vendor Central. Dat is eigenlijk dat jij je producten verkoopt aan Amazon en Amazon verkoopt ze daarna door. Dus zij doen dan de hele logistiek en alles wat erbij hoort. Maar de beweging die we zien is dat er steeds meer partijen zijn die gebruik gaan maken van wat ze noemen Amazon Seller Central. Wat ze eigenlijk inhoudt dat je niet Amazon je logistiek laat doen, maar dat je het zelf blijft doen. Dus je gebruikt Amazon dan alleen maar als marktplaats om meer te verkopen. Dus dat is wel een trend die we zien. Ja. Maar ja, binnen die trend zullen natuurlijk andere marktplaatsen zullen daarop volgen. Er zal op een gegeven moment een hybride model ontstaan, waarbij aan de ene kant je producten aflevert bij een bepaalde partij. Nou, we kennen allemaal de Wekam van deze wereld. Kijken naar een bol.com bijvoorbeeld. Ja, die doen dat allebei. Ze hebben hun eigen portfolio. En daarnaast kun je als shop in shop, als het ware, ook je productcontent aanleveren. Dus daar heb je al eigenlijk binnen één, noem het marktplaats, op twee verschillende vormen van informatiebehoeften. Nou, als we dan gaan kijken naar Inriver als product. Wat ik al zei, we zijn een product informatiemanagement systeem. Daar ga ik niet al te diep op in. Hebben we nog andere webinars voor en ook andere sessies. Maar er zijn een aantal zaken die wel belangrijk zijn voordat we het stukje Syndicate gaan doen. Alexander noemde net al de 1-op-1 integratie met e-commerce platformen. Nou, kijken naar een standaard PIM-proces, is er een publicatiemoment. Data wordt gemanaged, het wordt verrijkt binnen een verrijkingsfase, wordt voorzien van context, specifiek voor bepaalde kanalen, en uiteindelijk wordt dat dan gepubliceerd. Het meest voorkomende uiteraard is een e-commerce platform, een CRM of dat soort zaken. En dat zijn vaak omgevingen waar je zelf controle over hebt als partij. Het is tenslotte je eigen e-commerce platform. Syndicate maakt gebruik van verrijkte content vanuit het PIM-proces. Dus alle omschrijvingen, alle categorisaties die je maakt,
kun je beschikbaar stellen aan die verschillende kanalen. Als ik dan inzoom op het syndicate gedeelte, dan gaan we er heel even vanuit dat in het voorgaande traject de productcontent al helemaal verrijkt is. Dat het helemaal goedgekeurd is en dat dat klaargezet is. Dat is uiteraard een proces wat normaal gesproken continu loopt. Hè, want er komen nieuwe producten bij in het portfolio, dan gaan producten gaan daaruit. We gaan ervan uit dat al die content in een map staat. En dat iemand op de achtergrond, of eigenlijk het team dat die verrijking doet, die map bijhoudt, vult en de zaken weer verwijdert. Nou, die content, en dat is eigenlijk ook een bruggetje naar het stukje, de laatste bullet op Alexander, op jouw slide van net, meer handjes toevoegen. Ja. Een marktplaats, hè, de handjes, wat doen die vaak? Ook eigenlijk in combinatie met je eerste punt, met de CSV's, is het kopiëren van content van één Excel in een ander Excel. Nou, dat is even leuk, maar op het moment dat je dat voor 10.000 producten doet, ben je even bezig. Nou, als er dan weer wat wijzigt, dan moet je weer door de hele lijst heen. Welk product moet er weer uitgehaald worden? Welk product moet toegevoegd worden? Misschien worden de omschrijvingen. Je wil natuurlijk ook dat je verse content hebt, dus je moet één keer in de zoveel tijd die content ook updaten. Dan blijf je op een gegeven moment die Excel-bestanden maar kopiëren en plakken. Nou, en als je dan op een gegeven moment een strategie hebt rondom, we gaan meer marketplaces doen, en je gaat van 10 naar 20, ja, hoeveel handjes wil je er dan bij doen? Nou, daar komt een tool als Syndicate komt daar naar voren, waarbij je dus dat stuk verrijking, de bron, heb je in je PIM staan, en dat uitsturen doe je dan via die syndication. Als we dan kijken naar zo'n syndication, dan gaat het eigenlijk over een aantal componenten. Het eerste component, die is al een paar keer langskomen zojuist, dat is elke marktplaats of distributiepartner of een online retailer, want het is natuurlijk niet specifiek voor business to consumer, maar ook business to business. Denk aan een datapool die een bepaald formaat verwacht. Dat is eigenlijk stap 1, een format. Welke attributen heeft de ontvangende partij nodig? Dus een Amazon, een bol.com, een Wehkamp. Die hebben allemaal een eigen behoefte, een eigen benaming van de informatie die ze verwachten. Die benamingen die staan binnen River in een format vast. En dat format dat kan heel simpel zijn. Een stuk tekst wat ingevoerd moet worden, een getal, een prijs die ergens opgehaald moet worden, die ook gepost moet worden. Maar denk bijvoorbeeld ook aan lijstjes. Lijstjes als kleuren. We weten allemaal dat vooral in fashion, daar hebben we het niet over blauw, maar daar hebben we het over diepzeeblauw en avondblauwe lucht. Hè, dat soort kleuren. Maar in essentie, voor de search engine bijvoorbeeld op een Wehkamp, wil je als klant, dus jullie klant, uw eindklant, die zoekt op blauw. Nou, hoe ga je die mapping dan doen tussen jouw deep sea blue en het blauwe aan de kant van de verkopende partij? Ja, die mapping die vindt dus plaats binnen Syndicate. En als ik dan naar een voorbeeld ga, en dan pak ik even een voorbeeld Staples, dan hebben we nu een heleboel dingen op ons scherm staan. Maar waar het in principe op neerkomt, is dat we twee kolommen hebben. We hebben één kolom met daarin een aantal attributen. Dus dat is aan de linkerzijde. Dat zijn de attributen die jezelf aanlevert vanuit je PIM uit. Dus dat is zeg maar je bronbestand. En daar hebben we het over een productnummer en een car brand en kost en nou, noem maar op. Aan de andere zijde hebben we alle attributen die verwacht worden vanuit in dit geval Staples. Deze twee moeten uiteraard aan elkaar gekoppeld worden. Nou, aan de zijde hier heb je alle velden die je in een tool als in River hebt. Dus in het model waarin je productinformatie opslaat. En die kun je door middel van drag en drop, kun je dus die content koppelen aan de verschillende velden. Nou, op het moment dat je dat gedaan hebt, kun je daarna, want we weten natuurlijk allemaal dat een marktplaats misschien een combinatie van velden bijvoorbeeld wil zien. Een productnummer gecombineerd met een productnaam bijvoorbeeld. Kun je daar losse functies op loslaten. En dan krijg je dus een combinatie van verschillende velden om te komen tot een veld wat benodigd is door zo'n verkoopkanaal.
Uiteraard, die lijstjes die kun je dan daar ook in mappen. Dus dat je de verschillende kleuren blauw koppelt aan blauw. Of zwart-wit. En nou, noem het maar op. Het kan ook verschillende categorieën zijn. Misschien gebruik jij zelf andere categorieën dan dat het verkoopkanaal gebruikt. Nou, al die mappings die laat je eigenlijk hier plaatsvinden. Heb je bepaalde velden die je niet in kan vullen, omdat het data is wat ontbreekt bijvoorbeeld in de PIM, dan kun je daar een constante op zetten. Ik kan me voorstellen dat je jouw vendor ID of jouw seller ID, ja, die is altijd hetzelfde. Nou, dan maak je daar gewoon een vaste waarde van. Ja, nou, wanneer deze mapping dan gedaan is, ja. Verder wat je, ja, mag ik wat vragen verder? Nee, ik ben de enige ook die je hoort. Hè. Nee, wat je ook wel eens ziet, is dat, wat we als voorbeeld gaven, dat de vragende partij de ene keer een EAN wil hebben, de andere keer een eigen artikelnummer in het bestand, hè, aan het product gekoppeld. Ja. In het bestandsnaam, de kleur vooraan, of een eigen merk, brand, ook in de omschrijving verwerkt. Ja, ja. Ja, dat klopt. Dat kun je mooi mee oplossen. Dat kun je zeker mooi mee oplossen. Maar ik denk dat je daar ook als we puur kijken over hoe ga je controle krijgen over die distributie naar die marktplaats, raak je daar wel een goed punt. Dat is namelijk het voorbereidende werk. En voordat je überhaupt die distributie gaat doen naar die verschillende kanalen toe, moet je natuurlijk wel weten, wat verwachten die kanalen nou van ons? Dus ja, inderdaad, moeten we nou een EAN-code aanleveren? Moeten we een andere code aanleveren? Kunnen we onze eigen product-ID's gebruiken? Of moeten we die gebruiken van een andere partij? Dat is allemaal zaken die je van tevoren moet uitzoeken. En van tevoren moet weten. Dus ik denk dat als je als we een checklist zouden maken, zodat in ieder geval op mijn checklist als eerste zou dat worden toegevoegd. Dat is ja, de requirements. Wat heb je nodig? En dan hebben we het niet alleen over de marketplaces, maar inderdaad wat ik al eerder noemde, de distributiepartners, de online retailers, je datapools, als we naar B2B kijken met industriestandaarden. Die hebben dus allemaal verschillende behoeftes. En die behoeftes, dat gaat dus inderdaad, zoals je noemde, EAN-codes, maar dat gaat ook om gewicht, dimensies. Maar als ik naar gewicht en dimensies kijk, als je dus buiten Europa, neem even Amerika als voorbeeld, daar heb je andere meeteenheden. Dan ga je van inches naar centimeters moeten omrekenen. Dat soort gegevens moeten aanleveren. Anders ja, verkoop je een product waarvan men denkt dat het groter is of kleiner is dan wat het daadwerkelijk is. Maar dingen als ja, je features, je verschillende afbeeldingen. Sommige kanalen willen review informatie of kunnen review informatie ontvangen. Dus als je via je eigen e-commerce platform feedback krijgt van je klant, zou je diezelfde feedback weer mee kunnen sturen. Dus uiteindelijk gaat dat om ja, het normaliseren van de data die je hebt. En eigenlijk altijd kijken naar welke informatie heeft mijn klant nodig. Dus dat zeker. EAN-code, andere codes. Ik zou dat als stap 1 doen, voordat je überhaupt gaat, die distributie gaat doen. En eigenlijk voor elke nieuwe marktplaats, want ja, wie weet wat de volgende trending marktplaats is, is het eigenlijk hetzelfde idee. Hebben wij alle content al in huis om die nieuwe marktplaats te voorzien van alle content die nodig is? Nou, als het antwoord ja is, dan is het mooi. Als het nee is, dan kun je dat weer opnemen in het verrijkingsproces en dan dat uiteindelijk delen. Als we dus die mapping gedaan hebben, ga ik deze heel even uitzetten. Dan is eigenlijk de volgende stap wat je gaat doen, is het maken van een syndication, zoals dat zo netjes in net Nederlands heet. En dat is eigenlijk het samenvoegen van een aantal componenten. De mapping hebben we al gemaakt, dus we weten al welke velden aan elkaar gekoppeld zijn. Nu moeten we nog producten hebben die we delen. Nou, daarvan hadden we al afgesproken dat die gewoon in een mapje stonden, vanuit het verrijkingsproces in de PIM. En dan kunnen we een nieuwe syndication doen. We gaan deze natuurlijk even de Xaris syndication noemen. Dan gaan we naar een volgende stap. Dit is wat je als een nieuwe marktplaats wordt toegevoegd. De stappen waar je doorheen gaat. En we gaan even hier, dat zijn die mappen met die verschillende type producten erin. Dus hier zou je een map specifiek voor bol.com of voor Staples of voor in dit geval de Xaris gaan we voorzien van retail en industry producten. Die producten staan erin, die zijn allemaal verrijkt en zijn akkoord, die hebben afbeeldingen daarbij zitten. En die kunnen we dan uitsturen. Nou, dan hebben we hier een hele lijst met van die verschillende mappings. Dus dit zijn allemaal verschillende marketplaces die allemaal
hun eigen specifieke formaten nodig hebben. Ik gebruik even Staples als voorbeeld, als formaat. Neem ik Staples. Dus nu heb ik het format ook geselecteerd. Dus ik heb mijn producten geselecteerd. Ik heb gezegd welk format wil ik hebben. Dus de vertaalslag van mijn eigen attributen naar de attributen van Staples, die is nu gemaakt. En dan kan ik eigenlijk nog kiezen als laatste stap. Hoe ga ik die content beschikbaar maken? Nou, hoe? In wat voor bestandstype? We hebben het over een JSON, we hebben het over een XML bestand, een CSV. Voor degene die meeluistert, die bijvoorbeeld een Amazon gebruiken, heb je natuurlijk hele specifieke Excel bestanden. Die kun je ook op een bepaalde manier invullen. En dan begin bij je tweede tab, regel 3, kolom 2. En begin daar met het invoeren van de productcontent. En uiteindelijk als je daar dus dan een keuze op maakt, in dit geval voor een JSON, dan hebben we hier onderaan een syndication staan. Nou, die syndication kunnen we uitvoeren. Die wordt nu uitgevoerd. Ik krijg natuurlijk niet zo heel veel vragen binnen nu, maar ik weet wel welke vragen er zijn. Een van de vragen zijn, ja, moet ik dan elke keer op dat play-knopje drukken om dat bestand te versturen? Ja, zeker. Dat kan, dat is een optie. Dat kan. Je hebt die handjes, die heb je in huis, hè? Dus die kunnen op dat topje drukken. Die zitten er toch. Die hebben minder te doen, want die hoeven niet meer te kopiëren en te plakken. Dus die kunnen nou op dat knopje drukken. Dus een stuk makkelijker geworden allemaal. Maar uiteraard kun je dit deel van het proces ook automatiseren. Zeker als je met een hoog volume werkt, een flink veranderend assortiment. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, wij gaan dit elke dag opsturen naar bol.com. In plaats van dat iemand dat met de hand doet. Nemen we Xaris, jullie kunnen dat wel. Ga je dat proces automatiseren. Dus het indrukken van het knopje op de achtergrond en het uitsturen van die content op de juiste manier, op de juiste frequentie. Ja, daar kan Xaris dan bij helpen om dat neer te zetten, zodat je dat ook niet meer met de hand hoeft te doen. En wat er dan ontstaat, is een situatie waarbij je dus je productcontent verrijkt en beheert in je PIM-systeem. Op het moment dat het dan goedgekeurd is, kun je ervan uitgaan dat de volgende dag die content, of misschien meteen als dat nodig is, die content dus op zo'n marktplaats of bij een online retailer in het juiste formaat beschikbaar gesteld wordt. Met de juiste afbeelding in het juiste formaat, met alle productcontent die ze nodig hebben. Ja, als we dan kijken naar de... Ja? Sorry dat ik je weer onderbreek, maar even wat ik wel heel belangrijk daarin is wat je al eigenlijk aangaf, hè, dat je echt in het begin in kaart moet brengen van die checklist en die verschillende behoeftes, dat je in je verrijkingsproces wel heel duidelijk opneemt wat je allemaal nodig hebt om naar Staples aan te leveren. Zodat je ook voordat de data eruit gaat, weet dat je compleet bent. Want het proces kan wel automatisch eruit gaan. Maar ja, het is natuurlijk wel erg belangrijk dat je inzichtelijk krijgt. Dat is wel een voordeel met een PIM-situatie direct syndication toe te passen. Zodat je dat in die twee vliegen in één klap pakt, dat je ook grip krijgt op dat je de complete data aanlevert. Want je ziet nog vaak genoeg dat die Excel-files, dat het vertrekpunt is als bron en er wordt aangeleverd, maar je hebt geen idee of het goed aanlevert. Goed, je krijgt wel eens foutmeldingen terug en dat duurt het proces lang. Maar de truc zit natuurlijk vooral in dat je ook voordat die syndication hier eruit gaat, je ook echt zeker weet dat de goede data eruit gaat. Nee, dat is zeker. Dat is, ook al heb je geen syndication tool die daarbij ondersteunt, of een andere tool die je ondersteunt met het delen van die data, is dat eerste proces is super belangrijk. Dus ook als je de keuze maakt, nou, wij vinden het prima om met die Excels te werken en we willen inderdaad die extra handjes toevoegen. En dan is het nog steeds cruciaal om dat hele proces onder controle te krijgen. En want iedereen binnen de PIM-wereld zegt, joh, Excel-bestanden, daar willen we vanaf. Nou, dat ligt ietsje dieper dan dat. We weten allemaal dat op het moment dat ik jou een Excel-bestand stuur met productinformatie, dan is dat de laatste versie die ik jou heb gestuurd. Maar ik weet niet, Alexander, wat jij eraan gaat toevoegen. Ja. En voordat je het weet, hebben we twee versies van exact hetzelfde bestand. Nou, daar gaat het potentieel fout. En dan krijg je dus op je marktplaats 1 een heel ander verhaal rondom je product. Misschien zelfs wel andere dimensies voor een product. Nou, leg dat maar eens uit aan de consument. Dus dat stuk controle krijgen. Nou, of je dat nou met een PIM doet of inderdaad besluit van dat gaan we met binnen een gecontroleerde omgeving met Excel doen.
ja, dat is gewoon kritiek. Dus jouw bron moet gewoon goed zijn. Zeker. Nog even naar die syndicate toe. Nou, die is nu op de achtergrond, heeft hij gewoon gedraaid. En daar is een, ja, daar komt een bestand uit. Een JSON-bestand in dit geval. Maar dat zou nu staat ook een XML-bestand of een Excel, CSV of welk ander formaat er dan ook nodig is. En die kun je dan ja, of met de hand opsturen. Ja, die handjes toch nog nodig. Of dat inderdaad compleet automatiseren. Maar ja, dat is waar het op neerkomt als je kijkt met een syndication tool. Het zijn een aantal stappen waarbij dus je content op orde moet hebben. Je goed moet weten welke velden die jij hebt horen bij de velden die de verschillende, nou ik blijf ze even marktplaats noemen, maar dat geldt natuurlijk ook voor distributiepartners en datapools. Dat die mapping, dat die klopt. Op het moment dat dat eenmaal staat, dan is dat gewoon een proces wat door blijft lopen. Totdat een van de marktplaatsen besluit, we hebben extra velden nodig. Of we gaan velden weghalen. En dat gebeurt natuurlijk ook regelmatig. De ene doet dat iets vaker dan de ander. Ja, dan moet je dat format aanpassen. Nou, ook dat is weer iets wat je binnen in River op één plek doet. En die formats die we hier hebben staan. Daar kun je of van kiezen, we gaan een nieuwe versie maken bijvoorbeeld. Dan pak je de bestaande en die pas je aan. En dan voeg je er wat extra velden aan toe. En dan kun je vanaf dat moment de nieuwe vorm van de marktplaats ook aan. Dus dat is nog een van de andere zaken die je nogal tegenkomt. Ja, welk format verwachten ze nou uiteindelijk? Nou, dat is waar bijvoorbeeld een InRiver op de achtergrond ook aan werkt. We hebben een syndication library met nu meer dan 300 verschillende formats. Daar hebben een team voor zitten die dat bijhouden. Dus op het moment dat een Amazon besluit, we gaan extra velden toevoegen. Dan hebben de man en vrouw bij ons op de achtergrond, die gaan die velden ook toevoegen in het format wat in onze library beschikbaar is. En dit is een screenshot, of tenminste een screenshot, dit is de webpagina op ons service center. Daar waren een hele lijst met allemaal verschillende formats. Als ik daar naar stables toe ga, ja, dat is degene die we net hebben gebruikt. Dus dit zijn allemaal verschillende formats. Als ik naar stables toe ga, dan krijg je hier nou, het logo wat ik nodig heb en het format. Nou, we kunnen van stapels zien, sinds oktober vorig jaar is daar geen wijziging geweest in het format. Is die er wel geweest, dan kun je die gewoon hier terugzien, downloaden, zet het in River en bent klaar om te gaan. Het zou fijn zijn verder, ik weet dat Bol.com dat destijds wel eens deed, dat die ook een vooraankondiging doen dat als er wat gaat veranderen, wat er dan gaat veranderen en wanneer dat gaat veranderen. Ja. Ik weet niet of iedereen dat een beetje gewend is om te doen, maar dat zou natuurlijk wel fijn zijn. Dat je weet wat je kan verwachten in plaats van dat in één keer je product ergens niet. Ja. Ben jij dat bekend? Ja, wat je wel ziet is dat het gebeurt steeds vaker. Ja, fijn. Het is natuurlijk, waar met marktplaatsen begonnen is, en ik pak toch weer even Amazon erbij, dat blijf ik een fascinerend verhaal vinden. Jaren geleden in Amerika heeft Amazon een brief uitgestuurd naar al hun leveranciers. En in die brief stond, vanaf nu moeten jullie de productcontent op deze manier aanleveren, anders verkopen we je product niet meer. Ja. Nou, dat is best wel dapper als je dat doet als marktplaats. Maar goed, we weten allemaal, Amazon is daar de Google voor producten. Ja. Maar ja, dat is waar het mee begon. Van, zo gaan we het doen, anders verkopen we het niet. Nou ja, dat zie je hier ook, hè, met wat marktplaatsen die dan zegt, nou, we willen het in een bepaald format hebben. Sterker nog, op een gegeven moment gaat het zelfs zover dat je dus rechtstreeks kunt integreren. Hè. Jij noemde Bol.com al, je hebt natuurlijk een API waarmee je rechtstreeks productcontent kan opsturen. Maar ja, als zij wat veranderen en opeens krijgen ze geen content meer, dat is best lastig. Dus zeker omdat er gewoon een flinke groei is naar marketplaces. Zeker als we kijken naar de wat kleinere spelers die gewoon een groot publiek willen raken. Ja, 300 marktplaatsen, dat is helemaal niet zo gek om daar eens mee te beginnen. Nou, als die allemaal zonder aankondiging hun content wijzigen. En dus jouw data en dus jouw producten niet meer verkocht worden. Omdat jij blijkbaar iets fout hebt gedaan zonder dat je dat weet. Heb je de kans dat mensen gewoon stoppen met verkopen via jouw kanaal. Dus het is ook aan die marktplaatsen en die online retailers om ervoor te zorgen, die verkopers van die producten, die moeten dat wel van tevoren weten.
Inderdaad, we hebben 2 weken van tevoren, dat is vaak genoeg. Ja. De snelheid is natuurlijk gewoon belangrijk. Even aan een voorbeeld denken bij een klant van ons, een elektronica fabrikant die naar Coolblue levert en verkoopt. Het idee dat voorheen met Excel sheets netjes vullen en dan hadden ze weer een nieuw assortiment wat aangeboden werd. En dat duurde soms 2 tot 4 weken eerder dat assortiment een keer live was. Hoe kwam dat? Ja, data was niet goed, heen en weer mailen en natuurlijk een beetje log, stroperig proces. En sinds dat ze met PIM en geautomatiseerd op hebben gezet, duurt dat geen 2 tot 4 weken, maar 2 uur. Ja, dat is natuurlijk tijdswinst. Hè? Want producten die je direct op voorraad hebt en wil verkopen, ja, dat is natuurlijk winst. Zeker. En die producten die gewoon heel veel concurrerende producten hebben. Als jij de eerste bent, ben je de eerste die het verkoopt. Ja, maar je hebt gewoon geen vragen, joh. Heb je het goed aangeleverd? Want je weet gewoon, ik lever het altijd goed aan. Ja, en je weet dat het online komt te staan op het moment dat je het opstuurt. Ja. Dus ja, dat zeker. Dat is daar ook controle over hebben. Dat wordt cruciaal. Het wordt steeds sneller allemaal. Gelukkig zijn er niet, als we kijken naar de verschillende formats binnen die marketplace, het is meestal niet dat elke 2 weken verandert. Hetzelfde geldt ook voor de datapools en industriestandaarden. Maar ja, inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Als we dan kijken naar Syndicate en die hele cyclus. En ik zou mijn checklist even aanvullen, waar we mee begonnen met de requirements. Dan weten we inmiddels ook dat we onze content dus klaar moeten hebben staan in het juiste formaat. Eigenlijk als tweede stap op zo'n checklist. Dus de eerste is, we moeten de requirements op orde hebben. De tweede stap is, we moeten zorgen dat die content er is om te delen. En dan is er eigenlijk nog een derde component waar we het nu nog niet echt over hebben gehad. Maar wat ik wel denk wat heel belangrijk is om binnen zo'n marktplaats ook jou te onderscheiden van de concurrent. Maar dat gaat niet alleen maar om de snelste te zijn. Het gaat er niet alleen maar om de goedkoopste te zijn. Het gaat er ook om het verhaal rondom die producten. Nou, ik ben natuurlijk van huis uit, kom ik uit de PIM-wereld. Nou, daar gaat alles om de storytelling, het verhaal rondom een product. Waarom dit product kopen? En ook dat stuk is iets wat vaak vergeten wordt. Het is oké, we hebben de productnaam, we hebben de omschrijving, stuur het maar op. Nu kunnen we het verkopen. Maar probeer, als je dat doet, bij het bedenken van is die productcontent, is die klaar? Wat zou jij willen ontvangen als klant zijnde van jouw eigen bedrijf? Welke informatie heb jij nodig als consument of als business buyer? Welke informatie heb jij nodig om over te gaan op het kopen van een product? En nou, beeld je maar in. Je bent op zoek naar een nieuwe mobiele telefoon. En je weet al van jezelf, het wordt geen iPhone. Het wordt een Android. Hè. Dat zijn vaak zo'n keus die je maakt. Ik ben een Android persoon. Dus ik ga even het Android voorbeeld gebruiken. En je weet al, ik wil een telefoon die niet al te groot scherm. Dus het moet ongeveer 6 inch zijn. Nou, als je daar een Coolblue, als je daar een zoekopdracht doet, dan krijg je 300 verschillende telefoons die daaraan voldoen. Welke kies je dan uiteindelijk? Nou, je hebt vanuit jouw voorkeur naar merken toe, zou je kunnen zeggen, ik wil een Samsung of ik wil een Sony of een andere type telefoon. En dan ga je zoeken. Oké, ik wil een bekend merk. Dus ik neem een Sony en alle Samsungs staan. Dan vallen er al een hele hoop af. En uiteindelijk hou je na wat filteringen hou je een aantal telefoons over. En we gaan er vanuit, eentje is de Sony en de andere is de Samsung. Ze zijn nagenoeg identiek. Welke kies je dan? Nou, ik kan je vertellen, bij de Sony staat, het is een goede telefoon. Hij heeft een 12 megapixel camera en hij kan onder water. En bij de Samsung staan hele uitgebreide foto's erbij van mensen die helemaal blij in een park zitten, aan het telefoneren zijn. Er staat bij, joh, er zit een verzekering, kun je bij ons erbij afsluiten. Die telefoon, er zit Gorilla Glas in. Een heel verhaal eromheen waarom dit nou de telefoon is die jou de meest populaire persoon op de planeet maakt. Zo'n soort omschrijving. Die wil je hebben. Die wil je hebben, zeker. Maar wat nou als ik
Eigenlijk ben ik een Sony-fan. 80%, en dat is een onderzoek al van een aantal jaar geleden van Google uit, maar 80% van alle mensen is bereid om afscheid te nemen van hun favoriete merk. 80%. Als ze bij de anderen het gevoel krijgen dat ze betere informatie krijgen. Dat ze weten wat ze kopen. Vind ik veel. Ja. Ja, en dat hoort ook bij dat verhaal. Dat hoort bij al die marketplaces. Is dat specifiek? Hoe kan ik data uitsturen? Nee, dat gaat niet om data uitsturen. Het gaat om hoe zorg je ervoor dat jouw producten gekocht worden. Nou, daar hoort dat verhaal rondom dat product. En is een telefoon misschien een makkelijk voorbeeld. Maar dat geldt natuurlijk voor alle type producten. Als jij verf verkoopt. Kan je zeggen, ja, het is rode verf. Maar je kunt ook zeggen dat rode verf is die geschikt is voor binnenmuren, buitenmuren. Het kan tot min 25 graden vorst, tot 50 graden hoge temperatuur. Het slijt vast tot zoveel, dus als je kinderen hebt, dan is het prima. Noem maar op. Dan kies je toch voor die rode, want daar weet je van, dit past binnen mijn levensstijl. Nou, wat wel mooi is, dit punt, dit hebben we ook bij een klant gezien, die dit ook wilde, maar daar geen tijd voor had. Die dus heel veel handjes had en nog steeds heeft zitten. Die handjes die zijn nu niet allemaal handmatig die sheets aan het vullen en die marketplace aan het aanleveren, want dat gaat nu geautomatiseerd. Maar die zijn exact die context rondom die producten nu aan het vullen. In de basis, in het bronsysteem, ja. Die nu ook naar die ontvangende partijen gaan. Dus uiteindelijk is het natuurlijk heel vaak is het tijdsaspect gewoon een uitdaging om dit ook voor elkaar te krijgen. En dan is een stuk automatisering van copy-waste of copy-paste, no time to waste. Moet ik zeggen. Ja, okay. Wel, mooi copy-waste, die gaan we erin copy houden. Waste. Ja, dat bespaar je gewoon tijd. En die tijd is ook wel eens, komt wel eens voorbij van een ondernemer zei, oh mooi, met BIM en syndication kan ik dus mensen naar huis sturen. Ik zei, nee, ja dat kan, maar ja. Laat die mensen gewoon het nuttig doen. En dat is inderdaad wat jij zegt, het verhaal eromheen, de context toevoegen. En je ziet die partijen ook groeien. Een goed voorbeeld van een klant die is, en dat is niet alleen maar door BIM en syndication, maar... wel mede daardoor zijn die in hun online kanalen binnen een jaar gegroeid van 300.000 euro naar 1,5 miljoen omzet. Gewoon ja. Omdat het ineens ruimte gaf, ze konden makkelijk aansluiten, meer data, direct goed. Ja, vind ik een fantastisch voorbeeld. Ja, nee, je kunt inderdaad sneller schakelen. En ook wel goed dat je dat ene punt aanstipt. Rondom de, ja, dan sturen we mensen naar huis. Want dat is inderdaad, hè, je hebt een hele groep marketeers in huis. Die verstand hebben van hoe de markt werkt en hoe producten gepositioneerd moeten worden. Maar die zijn inderdaad veel bezig met knippen plakken. Nou, daar zijn ze niet voor naar school gegaan. Dus je haalt ook dan, op het moment dat je zoiets gaat automatiseren, je haalt inderdaad dat handmatige, noem het even de domme werk, haal je weg. Dan kun je dus je marketeer weer gebruiken als marketeer. En inderdaad je producten meer gaan verkopen. Maar goed, dat is inderdaad een... Ik krijg wel even nog één ding, ineens een flashback van een ondernemer. Die heeft me op mijn kop gegeven. Die had ik inderdaad beloofd, joh, je gaat tijd besparen. Die zag al zijn kat als rijk van, joh, ik kan mensen naar huis gaan sturen. En die kwam namelijk toe, ja, Alexander, joh, ik heb gewoon meer mensen nodig. Ik zei, oh, hoezo? Ja, ze besparen wel tijd, maar we kunnen er nu in één keer veel meer doen. Dus die heeft nu veel meer mensen zitten. Hij is er blij mee, joh, want ze zijn ook meer gaan omzetten en meer gaan verdienen. Maar hij begon eventjes niet zo blij van, joh, je hebt me beloofd dat... Wat mensen naar huis kosten. Ja, in verhouding. Dat PIM moet nu gevuld worden. Ik heb er nu in plaats van de één marketplace, heb ik er 8 in 6 landen, man. Wat heb je ons verkocht? Ja. Het gaat er hartstikke goed. Dus ja, het schalen naar meerdere kanalen toe, ja, dat levert natuurlijk meer werk op. En dat kan dan met grotendeels dezelfde mensen. En op een gegeven moment groeit dat erin mee. Maar denk ook aan seizoenen. Collecties. En natuurlijk vooral in fashion. Dan heb je 8 weken een seizoen, dat is redelijk normaal. Maar ook andere industrieën. Je kunt nu sneller schakelen in jouw productassortiment. Je kunt dus sneller je aanpassen aan de tijd van het jaar. In plaats van 1 keer per jaar een update, doe je nu elke 3 maanden een update. Dat is al een wereld van verschil. Toch blijft frappant hoor.
toevallig ook iemand die hier binnen liep, een klant die in hygiëne, papier en dispensers zit. Die ook deze coronaperiode is natuurlijk sowieso niet te vergelijken met andere periodes, maar ook gewoon zijn handel richting marketplaces uit moet zetten. Dus dat is ook een effect, hè? Als je dat heel goed voor elkaar hebt, je kan overal handelen, dat er gewoon, ja, dat er gewoon te snel gaat, te groot wordt, dat je het logistiek wise gewoon niet aan kan. Ja. Dus snel kunnen schakelen, dingen aanzetten en handelen is fijn, maar je kunt ook heel snel ook ervoor zorgen dat je kanalen uit kan zetten. Want dat is nog een andere vraag. We hebben het hier natuurlijk over product content. Ja. Maar naar die marketplaces moet natuurlijk ook voorraden en prijzen meegestuurd worden. Kan dat? Want ja, in PIM wil je eigenlijk natuurlijk geen prijzen en geen voorraad. Kan, maar sec gezien wil je PIM schoon houden. Ja. Maar loopt dat dan via die syndicate? Kun je die wel mooi samenvoegen, lijkt mij, die data? Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel... Je hebt gelijk, hè? Dat is niet data die je wil managen in een PIM-systeem. Ik denk dat daar de crux zit, dat je niet dat wil managen. Dus een prijs bijhouden, je voorraad bijhouden. Maar het zijn natuurlijk wel, als je dat ergens anders laat managen, bijvoorbeeld in een ERP-systeem, zijn het wel attributen die je kunt ophalen in dat proces. Want jouw marktplaats, en dan komen we weer terug bij het eerste punt op de checklist, een requirement is dat je een prijs opstuurt. Een requirement is wellicht ook dat je die voorraad moet opsturen. Dus dat is inderdaad, daar ga je een keus moeten maken. Gaan we dat als veld toevoegen aan het PIM-systeem? Wat dan gevoed wordt bijvoorbeeld vanuit een ERP-systeem. Of gaan we dat door middel van zo'n syndication ophalen, terwijl je dus op die knop hier onderaan drukt, dat groene knopje om te runnen, dan runt hij, haalt hij de data uit in River en de data uit een bronsysteem waarin de prijzen staan, waarin de voorraad staan, ja. Om dan uiteindelijk... Ja, één verhaal uit te sturen naar je marktplaats. Duidelijk. Even kijken, hebben we nog vragen uit de groep? Nee? Heb jij nog mooie vragen, Alexander? Vraag. Want, is nog een andere vraag binnengekomen? Of er in River gebruikers zijn die de syndicate al inzetten richting Amazon Vendor Central? Zeker, ja. Er zijn meerdere klanten zelfs die daar gebruik van maken. Heb je natuurlijk met de Amazon Vendor Central het voordeel dat ze een hele flinke grote reeks aan verschillende formats hebben. En dat format wat we net hadden gezien voor Staples. Ja. Nou, bij Walmart hebben we hier als voorbeeld. Je hebt fietsen, auto's en tuinspullen. Al die formats die hebben erin zitten. Dus als we kijken naar de voedselindustrie. We hebben een grote partij in alcoholische dranken. Die maakt daar gebruik van. En die publiceert daar naartoe. Maar ook een partij die in de meubelen zit. Die ook naar Amazon toestuurt. Maar dat gaat niet alleen naar Amazon. Die sturen ook naar lokale partijen. Neem een Leenbakker bijvoorbeeld. Hè. Natuurlijk ook wel bekend in onze regio. Ja, dat is ook zo'n marktplaats die dat soort content wil ontvangen. En ook daar hebben we alle klanten die daar naartoe sturen. Ja. Degene die vraag stelt, die vraagt ook, kan ik daarmee in contact komen? Dus die zal ook zo na het webinar eventjes bellen om dat, om dat te organiseren. Dat kan uiteraard. Het is in ieder geval wel goed om te horen, ook uit mensen die nu luisteren, dat hier een behoefte ligt. Dus dat is fijn. Ja. Dus dat komt helemaal goed, daar komen we op terug. Ja, het is mij wel duidelijk verder. Volgens mij is het wel namelijk krachtig dat je dat InRiver ervoor heeft gekozen om dit syndication stuk ook echt in InRiver als aanvullende app onder te brengen. En wij kennen ook veel oplossingen, bijvoorbeeld met data feed management tools en andere mogelijkheden. Zoals elk product, elke oplossing zijn voor- en nadelen, maar ik zie hier absoluut een aantal sterke punten in dat je dat in één proces en omgeving weet samen te brengen. En ja, goed, nogmaals, hè, garbage in, garbage out. Als je natuurlijk heel snel nu je rommel naar je marketplace kan versturen, dan los je natuurlijk alsnog het probleem niet op. Want het gaat erom dat je natuurlijk je data goed, de goede data aanlevert. Dus het een kan niet zonder het andere, denk ik. Je hebt gewoon... Dat is op je proces. Dat hele proces inderdaad. Ja, dat hele proces, dat is kritiek.
En het een kan niet zonder het ander. Nou ja, vet. Als jij verder voor nu geen andere toevoeging hebt, waarschijnlijk kun je nog heel veel voorbeelden geven, maar voor mij is dat duidelijk zo. Oké, okay, hartstikke goed. Nou, mochten er nog mensen zijn die na dit aangehoord te hebben, één op één wat informatie of van verder over mij willen ontvangen, hoor ik dat graag. Dan bedank ik iedereen voor het luisteren. En ja, Freddy, jij bedankt voor duidelijke toelichting. Ja, nogmaals bedankt voor de uitnodiging. Tot snel weer. Ja, daarom. Verder. Oké. Okay. Goed, hè. Dag.